Mijn naam is Gert-Jan Alberts. Ik ben de rector van Blaise Pascal. En ja, jullie kunnen mij tegenkomen in de pauzes, als je die hebt. Maar ook bijvoorbeeld bij de start van het schooljaar. Dan hebben we een jaaropening en dan heet ik jullie welkom. Blaise Pascal is enerzijds een belangrijke wis- en natuurkundige. Hij heeft bijvoorbeeld de rekenmachine uitgevonden. Bij ons op school zijn dat belangrijke vakken. De beta-vakken, daar besteden we veel aandacht aan. In de tweede plaats is Blaise Pascal een filosoof. En vanuit zijn christelijke levensovertuiging, die heel goed aansluit ook bij onze identiteit, willen we graag leerlingen leren hoe ze met elkaar zouden kunnen omgaan, dat ze respect voor elkaar hebben. Wat ik belangrijk vind, dat is dat de leerlingen bij ons op school goed kunnen leren, dat ze kunnen presteren en dat ze binnen een redelijke termijn met een diploma de school verlaten. Om dat te kunnen doen, is het daarnaast belangrijk dat ze zich prettig voelen, dat ze zich thuis voelen op school. Met groep 8 gingen we naar de andere scholen kijken en toen dacht ik, nou, ik ga gewoon naar de Blaise. Ja. Ik wou graag naar een grote school, dus daarom, dit was voor mijn gevoel de grootste school waar ik geweest ben. Omdat heel veel vriendinnen van mij gingen daar naartoe, naar de Blaise, dus daarom ben ik er ook naartoe gegaan. Ik kende veel mensen al die op de Blaise zaten. Ik vond het veel leuker dan andere scholen en ja, het is gewoon gezellig, altijd lachen. Ze doen veel met je, de docenten die praten ook over hun privéleven, willen ook graag iets weten over jouw privéleven en die... Ja, gewoon leuke dingen op een leuke manier. Humor. Mijn naam is Van der Eshoff. Ik ben onderbouwcoördinator voor het VMBO. En bij mij kom je terecht voor van alles en nog wat als je in het VMBO terechtkomt. Bijzonder aan het VMBO op Blaise Pascal is denk ik dat wij heel veel extra aandacht besteden aan leerlingen die net even een extra steuntje nodig hebben. Ik denk aan studiebegeleidingsuren, ik denk aan huiswerkondersteuning, ik denk aan inloopuren waar leerlingen terecht kunnen voor wat extra ondersteuning. Behalve die extra ondersteuning gaan wij ook op reis. We gaan op reis naar Zevenum, dat is een fantastische werkweek. We gaan op reis naar het buitenland, Tsjechië, een survivaltocht. Geweldig, moet je meemaken denk ik. En zelfs als je houdt van wintersport, dan kan je ook op Blaise Pascal in de voorjaarsvakantie op wintersport. Mijn naam is Nico Vedder. Ik ben coördinator van de onderbouwklasse van HAVO en Atheneum. En vanaf het moment dat je bij ons op school binnenkomt, kom je mij al tegen. Nou, bijzonder vind ik wel dat als kinderen een probleem hebben, dat ze altijd bij iemand terecht kunnen. Ze kunnen naar hun vakleerkracht, ze kunnen naar de mentor, soms komen ze bij de coördinator. Er zijn remedial teachers op school, er zijn zorgdocenten. Kinderen kunnen hulp krijgen bij faalangsttraining bijvoorbeeld. Dus er is altijd wel iemand bij wie ze terecht kunnen. En het leuke is, de kinderen weten ook de juiste personen wel te vinden. Op de Blaise kwam ik achter dat ik dyslexie had. En daar werd eigenlijk gelijk iets mee gedaan. Ik ging gelijk naar remedial teaching. En daar heb ik een test gedaan voor of ik dyslexie had. En dat bleek zo te zijn. Dus kreeg ik een dyslexieverklaring. En dan krijg ik langer de tijd op proefwerken. Gewoon de docenten die helpen je meer en die leggen meer uit. En dat heeft me wel geholpen. In de onderbouw hebben onze leerlingen over het algemeen hetzelfde programma. Ze komen op een gegeven moment in de bovenbouw terecht en dan kunnen ze allerlei vakken kiezen, allerlei richtingen kiezen. En extra hebben we dan dat kinderen ook vakken als beeldende vorming, muziek, informatica en gym als examenvak kiezen. Ik zie altijd als het een opdracht krijgt, dan zie ik het meteen voor me en dan dat helpt me ook om door te zetten met tekenen. Ik wil naar de kunstacademie omdat ik beeldende vorming docent wil worden. Want daar kan ik heel veel dingen doen met technieken en allemaal. En tekentechnieken en materialen. Eindexamen van muziek is zowel rock als pop als hip-hop. Alles komt erin voor. Wat voor mij het ding was om muziek te kiezen, was toch wel echt de eindpresentaties. Want dan sta je zeg maar voor je ouders en voor het publiek en met je vrienden. En... Ja, het is gewoon tof om met je vrienden op een podium te staan voor al die mensen en
gewoon echt een gave show weg te geven met z'n allen. Dat is gewoon erg tof. Nou, hij is heel speciaal bij ons op school is wel de mogelijkheid om gymnasium te volgen. En wel vanaf de brugklas. Kinderen stromen in bij ons in de brugklas. Hebben vanaf het eerste jaar vakken als Latijn en vanaf de tweede klas Grieks. En daarnaast organiseren we voor de kinderen van het gymnasium nog speciale schoolreizen, uitstapjes, excursies, museumbezoeken. Dat soort dingen zijn extra voor de kinderen van het gymnasium. Latijn en Grieks is echt een uitdaging. Het is op zich wel moeilijk, maar ja, met allemaal naamvallen en al dat dingen. Maar dat hoef je niet af te schrikken, want het is echt leuk om te doen, eigenlijk altijd vertalen. Ik vind het leuk, want we hebben heel veel extra uitstapjes en zo. En we gaan vaak naar museums en zo. En als kamp was ook heel ergens anders. Naast het normale lesrooster, wat op zich al heel interessant is, hebben wij ook nog een aantal buitenroosteractiviteiten. En ik denk daarbij bijvoorbeeld aan feestavonden met film, met disco, een uitstekend kerstgala. Ja, dat moet je een keer meegemaakt hebben. Ja, dat zijn toch wel heel veel activiteiten waar je naar uit kan kijken. Als ik het samenvat, dan wil ik graag drie dingen noemen die wij op onze school belangrijk vinden. In de eerste plaats dat de leerlingen zich hier thuis voelen. In de tweede plaats dat de leerlingen met een diploma de school verlaten. En in de derde plaats dat leerlingen volop gelegenheid hebben om hun individuele talenten verder te ontwikkelen. Welkom op onze school.